Hallo allemaal, vandaag weer een leuke nieuwe video. Vandaag een bronzy make-up tutorial met alleen maar make-up waar ik dol op ben op het moment. Dit zijn mijn favoriete make-up producten, tenminste één van mijn favoriete make-up producten. Ik wil ook even iets aankaarten en dat gaat over de smoothing filter van mijn camera. Ik krijg af en toe reacties met waarom gebruik je een smoothing filter, haal die smoothing filter weg, alles lijkt zo nep, bla 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 bla. Ik heb al een aantal keer gezegd, ik gebruik geen smoothing filter. Ik heb ook al gezegd, mijn camera heeft die optie wel. Je hebt smoothing filter optie. En dan kun je aanklikken 1, 2 of 3. En dan 3 is het meest gesmooth. Ik heb die uitstaan. Hij staat helemaal uit. Ik heb hem niet aanstaan. Dus er is geen smooth filter aan. Ik moet wel eerlijk toegeven dat deze camera, ik heb het gevoel dat hij alsnog een beetje smooth maakt. Ondanks dat ik hem uit heb staan, heb ik toch het gevoel dat hij dat inderdaad toch wel een klein beetje doet. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Ik bedoel van, als je wilt dat ik een andere camera gebruik, moet je mij maar geld opsturen, dan zal ik een andere camera kopen, oké? Maar voor nu moet ik het doen met deze camera. Omdat er toch altijd mensen zijn die denken dat ik lieg en toch die smoothing filter gebruik. Ik was aan het nadenken om een manier om het te bewijzen. En die heb ik, want in mijn allereerste video had ik die smooth filter wel aanstaan. Dus voor al die mensen die denken dat ik lieg, neem je tijd dan maar. Neem maar 10 minuten uit je dag om helemaal terug te scrollen naar mijn eerste video. En dan kun je het vergelijken met elkaar, oké? Toppie. Nou hebben we dat uit de wereld geholpen. Dus ben je benieuwd naar deze make-up look en al mijn favoriete make-up? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we snel door naar de video. Nou, laten we dan maar gewoon snel gaan beginnen. Zoals ik al in de intro zei, ik ga een bronzy make-up look maken. Dus een beetje met bruinige gouden kleuren. En ook is het vandaag iets van 24 graden. Het is echt super warm. En ik ga alsnog voor een full coverage make-up routine met al mijn favoriete producten. Maar ik hou ook rekening met het weer. Dus ik ga ook bepaalde dingen doen die goed zijn op dagen als dit. Dus dan help ik jullie ook een beetje met hoe je kunt opmaken voor hele zomerse dagen. Nou, ik ga eerst mijn ogen opmaken. Dus ik ga eerst beginnen met een oogschaduwprimer. En ik ga de Catrice Primer Fine oogschaduwprimer gebruiken. Ik vind deze oogschaduwprimer echt heel fijn. Hij brengt gewoon heel makkelijk aan. Hij corrigeert kleur. Hij plakt gewoon goed. En het beste is nog, het is super betaalbaar. Nou, ik ga voor deze make-up look 2 paletjes gebruiken. En dit zijn echt 2 van mijn favoriete paletjes. Het eerste paletje dat ik ga gebruiken is de Urban Decay Heat Palette. Deze heeft echt super mooie bronzy kleuren. Beetje rood, bruinige kleuren. En ik vind deze echt super mooi. Vooral voor de look die ik vandaag ga maken. Nou, ik pak eerst deze kleur om mijn oog af te poederen. Dan pak ik deze kleur, die heet Low Blow en die ga ik gebruiken in mijn arcadeboog. En met een fluffy kwast breng ik dit iets boven mijn arcadeboog aan en ik focus me vooral op de buitenkant. Dat doe ik altijd bij elke make-up look. Bij bijna elke make-up look trouwens, niet elke make-up look. Hangt er vanaf voor wat voor look ik ga. Mensen, het kan zijn dat je wat verkeer buiten hoort, want zoals ik al zei is het vandaag heel warm. En ik heb dus het raam openstaan. Ik heb hier geen airco of zo. En als ik het raam dicht doe, dan ga ik echt dood. En ik ga ervan uit dat jullie niet willen dat ik dood ga. Dus het kan zijn dat je zo nu en dan iets hoort van buiten. En dan pak ik deze kleur. Dit is de kleur He Devil. En die ga ik ook in mijn arcadeboog doen. Nou, ik heb alles mooi uitgeblend. Nu ga ik een halve cut crease maken met mijn Catrice concealer. En dit is dus een halve cut crease. Geen hele. Dus ik stop ongeveer hier bij het buiteinde. Misschien een handige tip voor mensen die ook een halve cut crease maken. Als je een halve cut crease maakt, heb je dus meestal hier al een kleur zitten. En waar je de cut crease maakt, ga je ook een andere kleur doen. En je wilt dan op het einde graag dat die twee kleuren mooi in elkaar blenden. Om dit iets makkelijker te maken voor je eigen, als je de concealer al op doet zoals ik nu op doe, ik blend de concealer hier al iets lichter uit. Waardoor het straks toch makkelijker wordt om de twee kleuren oogschaduw in elkaar te blenden. Kijk, ik heb de concealer al een beetje laten vervagen. Heel veel mensen maken een halve cut crease en doen gewoon volop concealer. En je hebt dan hier echt zo'n concealerstreep. Waardoor het gewoon echt moeilijker wordt om straks de twee kleuren oogschaduw in elkaar te blenden. En dit maakt het gewoon echt iets makkelijker. En kijk, ook hier heb ik het een beetje laten vervagen. Het tweede paletje die ik ga gebruiken is ook echt een van mijn favoriete paletjes. Van alle paletjes die ik heb is dit paletje echt het meest gepigmenteerd. En dat is het UVS Place The Magic Palette. Deze kleuren zijn echt, mensen, de kwaliteit is echt insane. Ze zijn zo goed gepigmenteerd, het kost niet eens moeite om deze op te doen. En ik ga deze kleur op mijn hele ooglid doen. Oh mensen, ik doe ook altijd mijn kwast aftikken en bij glitterkleuren gebruik ik altijd MAC Fix Plus.
Nou, die kleur zit er helemaal op. Nu ga ik weer terug naar mijn heat palette. En dan pak ik deze kleur en daarmee ga ik het hier iets donkerder maken en mooi uitblenden. Ik vind deze kwast trouwens echt super fijn. Dit is de BH Cosmetics 101 kwast. Dit is echt een van de beste blending kwasten die ik heb. Ik heb echt gewoon bijna voor heel deze look deze kwast gebruikt. Oh, trouwens, de Urban Decay Heat Palette heb ik gewoon bij de Bijenkorf gekocht. Nee, niet Bijenkorf, bij Hudson Bay heb ik die gekocht. Daar is gewoon een Urban Decay en daar kun je hem gewoon kopen. Je hebt hem ook bij Easy Paris. Sommige Easy Paris hebben ook een Urban Decay. Daar kun je hem ook kopen. En de Juvia Spray Palette heb ik bij beautybay.com gekocht. En daar moet je wel betalen met PayPal of creditcard. Dan is het tijd voor eyeliner. Iedereen die mijn video's vaak kijkt, weet wat mijn favoriete eyeliner is. De Catrice Liquid Eyeliner. En daarmee ga ik een winged eyeliner maken. Deze kun je gewoon kopen bij de Kruidvat. Dan is het tijd voor mascara. Echt een van mijn favoriete mascara's op het moment is de Benefit Bad Girl Big Mascara. Iedereen weet hoe dol ik ben op mijn Essence mascara's. Die vind ik nog steeds in de top 1. Maar deze hoort daar nou zeker ook bij. Deze mascara is oprecht echt heel goed. Ik heb ook altijd nep wimpers op, want mijn echte wimpers bakken er echt helemaal niks van. Dus ik moet altijd nep wimpers, ook vooral omdat ik echt hele extreme, lange, gekrulde wimpers heb. En met extreme doe ik echt extreme. Ik ben echt die persoon die kan wegvliegen met de wimpers. En omdat ik dus zoveel plek heb hier bij mijn oog, is bijna geen enkele wimper lang genoeg en vooral niet opgekruld genoeg. Want de wimper kan echt heel lang zijn, maar heel veel wimpers staan zo naar voren. En ja, dat vind ik niet mooi, want als ik gewoon zo kijk, kun je de wimpers alsnog niet goed zien. En ik wil echt dat je de hele dramatische effect ziet. Dus dat ze echt heel erg omhoog zijn gekruld. Dus dan kom ik aan bij mijn favoriete wimpers op het moment. En dat zijn de Queen Tarsi Jasmine Lashes. Of Jasmine, Jasmine, ik weet niet hoe je het moet uitspreken. Ik denk gewoon Jasmine. Deze zijn echt extreem lang. En vooral wat ik dus heel belangrijk vind, is dat ze echt omhoog staan. Ik waarschuw wel, de meeste mensen zullen deze te extreem vinden. En ik gebruik altijd mijn duo lijm en dan de zwarte. Ik heb nou even lijm op mijn wimpers gedaan. Die moet nou even opdrogen. Dus terwijl het aan het opdrogen is, heb ik hier mijn extra make-up doekjes. En dan ga ik alle oogschaduw die hier beneden is gevallen weghalen. En ik ga hier de lijm mooi strak maken. Nou, ik heb alles weggehaald. Ik ben nou toch nog aan het wachten. Dus ik ga alvast mijn dagcreme opdoen. Dit is de dagcreme van de Lidl. Ik smeer altijd echt een kilo dagcreme op, omdat ik altijd wil dat het goed gehydrateerd is. De wimpers zitten erop. Kijk hoe lang en dramatisch. Echt, I love it. Ik vind het altijd zo mooi. Het is echt too much, I know, maar ik hou gewoon van die too much. Nou, we gaan even snel door met het gezicht. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Ik heb normaal een hele droge huid, dus ik gebruik altijd hydraterende primers. Maar omdat het vandaag zo warm weer is, wordt zelfs mijn droge huid een beetje vettig. Dus ik ga vandaag voor een matterende primer, zodat het allemaal niet vettig wordt en het gewoon mooi mat blijft. Nou, de primer die ik vandaag ga gebruiken, ik ben aan het minderen met het woordje nou. Ik gebruik altijd bij elke zin nou. Ik probeer dat echt te minderen. Ik ga vandaag een primer gebruiken die ik normaal nooit draag. Want normaal is die niet geschikt voor een droge huid. Dus als je een droge huid hebt, is deze absoluut niet geschikt. Maar voor dagen als deze is dit mijn favoriete primer. En dat is de Kiko CC Blur Primer. Deze is super droog. Maar hij is geweldig voor de vettigheid en zoals dagen als vandaag. En hij egaliseert de huid heel mooi. Hij maakt alles heel blurry en echt heel smooth. Daarom vind ik deze dus heel fijn. Ik heb de kleur neutraal. Je kunt deze gewoon kopen bij Kiko. Dan is het tijd voor foundation. Mijn nummer 1 foundation, de beste die ik heb, de beste van alle foundations die ik heb, is de Estée Lauder Double Wear in de kleur 3 en 2. Deze heb ik gekocht bij Estée Lauder in Hudson Bay. Deze is heel prijzig, maar echt, het is echt het geld waard. Dit is echt de meest geweldige, matte, full coverage foundation die ik hier heb liggen. En ik heb ook heel veel goede betaalbare, zoals de Kiko 2 in 1 is ook echt heel goed. Dat is dus deze, maar dit is echt nog steeds mijn nummer 1. En ik ga de foundation aanbrengen met mijn Beauty Blender. Dit is mijn nummer 1 aanbrengspons. Echt de echte Beauty Blender. Koop geen neppen. Er is echt een verschil met de echte en neppen. Er is nog steeds geen betere dan voor de echte originele Beauty Blender. Na foundation komt altijd concealer. En sinds mijn video waar ik allemaal W7 make-up heb opgedaan. Als je die video niet hebt gezien, klik even hier. Daar heb ik een hele make-up look gemaakt met de W7 make-up. En sinds die video ben ik echt dol op de W7 concealer. Ik had het toen niet verwacht. Ik vind het nog steeds raar dat ik hier zo blij mee ben.
Maar dit is echt een hele goede full coverage concealer. Ik heb de kleur light en hij creased niet. Ik heb deze echt hele dagen op gehad na mijn werk. Dat is echt minimaal 8 uur. En hij creased gewoon helemaal niet onder mijn ogen. Ik vind hem echt top. En mensen, ik plaats ook alles in de beschrijving. Dat doe ik bij elke video. Dus als er iets is waar je graag meer informatie over wilt of zou willen kopen of wat dan ook. En je hebt geen zin om terug te spoelen, dan kun je gewoon naar mijn beschrijving gaan. En daar staat gewoon alles in. Omdat ik vandaag voor een echte bronzy look ga, ga ik ook cream contouren. En daarvoor gebruik ik mijn Kiko Sculpting Stick in de kleur 201. Dit is mijn favoriete contour stick. Er is echt geen betere die ik hier heb. En ook mijn contour blend ik uit met mijn beauty blender. Dan ga ik mijn neus contouren met mijn favoriete contour palette. En dat is de NYX Poeder Contour Palette. Deze is echt geweldig en ik gebruik altijd deze kleur. Je kunt ook zien dat ik die vaak heb gebruikt. Om te baken gebruik ik mijn W7 Banana Powder. Ook weer sinds mijn W7 video vind ik deze echt top. En heb ik deze echt bijna elke dag gebruikt. Dus ook weer vandaag. En om de bake aan te brengen gebruik ik weer een beauty blender. Maar dit is een andere. Ik heb dus deze beauty blender gebruikt voor de cream producten. En deze ga ik gebruiken voor de poeders. I love beauty blenders. En dan breng ik gewoon een beetje heel veel aan onder mijn oog. En bij mijn kin en mijn voorhoofd gewoon overal waar ik concealer heb gedaan. Terwijl de beker erop zit, pak ik weer mijn contour palette. En dan ga ik bij mijn wangen nog een beetje extra contouren. En ik weet mensen, dit is echt heel veel make-up. Maar ik ga ook gewoon vandaag weer voor een full coverage make-up look. Nou, ik heb mijn beker er even opgelaten. Dan ga ik het er gewoon zo afvegen. Ik breng altijd nog de rest van de poeder ook aan op mijn hele gezicht. Om het toch een beetje matter te maken. Want het is vandaag warm weer. Nou, nu dat ik heb gebaked, zou je denken, oh, het is klaar onder de ogen. Nee, want er komt nog één poeder aan. Ik heb de Hello Flawless poeder van Benefit en die doe ik er nog overheen aan om het iets te verlichten. Deze poeder is echt live. Deze is echt geweldig. Hij kost je wel echt 30 euro, maar is het echt waar. Deze is zo mooi en maakt het onder je ogen zo veel lichter en zo meer wakker en weer smooth. Het is echt super mooi. En ik heb de kleur I Love Me Ivory. En dit breng ik ook gewoon weer aan met de beauty blender. Ja mensen, mijn beauty blenders zijn allemaal nat gemaakt hè. Ga dit niet doen met een droge beauty blender. Omdat ik nou best wel veel poeders heb gebruikt, ga ik nou een beetje fixing spray opdoen. En mijn favoriete fixing spray is MAC Fix Plus. Nou pak ik weer mijn Urban Decay Heat Palette. En ik ga deze twee kleuren mixen en dan dat onder mijn ogen aanbrengen. Mensen, ik heb het echt zo warm. En met de fluffy kwast ga ik het een beetje uitblenden. En dan nog wat mascara en dan is de look af. Tijd voor bronzer. Mijn favoriete bronzer. Benefit Hoola bronzer. Die heb ik hierin zitten. Dat is dus deze. Oh, de kwast valt eruit. En ik gebruik ook altijd de Benefit bronzer kwast. Deze is ook echt heel fijn. En we gaan lekker veel bronzen, want dit wordt een bronzy look. En mensen, alles wat ik vandaag gebruik, zijn echt aanraders. Wet n Wild Color Icon Blush in de kleur Mellow Wine. Echt een van mijn favoriete blushes. Ik heb hem ook in de kleur Fantastic Plastic Pink. Deze zijn betaalbaar en ze blenden echt super mooi. En de kleur is ook echt heel mooi. Dit is een hele mooie alledaagse bruinige roze kleur. Daarom past hij mooi bij deze bronzy look. En mijn favoriete blush kwast, de Real Techniques Blush Brush. Nou is het tijd voor highlighter. In principe was altijd mijn favoriete highlighter de Anastasia Beverly Hills Glow Kit. En dan deze, de kleur Summer. Maar ik heb dus laatst deze highlight palet gehad van beauty88.nl. Dit is de Makeup Revolution samenwerking met Sove. En ik had deze dus opgedaan een keer naar werk. Ik had dus deze kleur opgedaan. En altijd, ik check altijd mijn make-up op werk en dan na werk kijk ik altijd hoe het allemaal nog zit. En dan weet ik, oké, van ik heb dit vandaag opgedaan, dit is heel goed. Ik heb dit opgedaan, dit was dus niet heel goed. En ik was onderweg naar huis in mijn auto en ik doe altijd mijn raampje, mijn ding zo omlaag waar zo een spiegeltje zit. En daar kijk ik altijd even naar mijn make-up. En mijn highlighter zat er na 8 uur zo goed op en ik was vergeten welke ik op had gedaan. En ik was aan het denken welke had ik vandaag opgedaan. En dat was dus deze. Ik had dus deze opgedaan. En ik was zo in shock dat het er nog zo goed op zat na 8 uur. Want normaal is het, als ik onderweg dus terugkijk in die spiegel, is de highlighter en de blush er altijd wel een beetje van af. Maar deze zat er nog zo goed op. En ik was zelfs gewoon vergeten welke ik op had. Dus deze ga ik nou weer opdoen.
En deze kleur is ook gewoon echt heel mooi. Echt een hele mooie glow. En ik doe hem ook nog op mijn neus. Nou, wat ik op mijn lippen ga doen is een combo die ik de laatste tijd heel vaak gebruik. Ik vind het echt een geweldige combo. En dat is de Catrice Lip Pencil in de kleur Chaff en MAC Velvet Teddy. Deze twee samen is echt de perfecte bruinige nude lipstick. Kijk even hoe mooi deze combo is. Echt een hele mooie kleurcombinatie. En we eindigen de look met setting spray. Mijn nummer 1 favoriete setting spray is de Urban Decay All Nighter. Vooral voor een dag met dit weer. Deze maakt je gezicht mooi en mat en laat je make-up echt een stuk langer zitten. Dus dit is mijn nummer 1 setting spray. Nou, ik hoop dat jullie deze look mooi vinden en iets hebben gehad aan deze video. Ik sta 100% achter al deze producten. Ik moet er wel altijd bij zeggen, het werkt voor mijn huid. Dus het kan zijn dat het niet werkt voor jouw huid. Maar ik ben best wel zeker van mijn zaken. Deze make-up producten zijn echt top. Ik zei in de video ook dat ik het een beetje richt op een zomerse dag. Dit is wel echt een full force, full glam, full coverage make-up. Dus als je echt gaat voor een zomerse make-up lookje, dat is dit absoluut niet. Dit is echt een volledige make-up look, maar toch wel een beetje gericht op het warme weer. Nou, vergeet vooral niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij mijn volgende video. Doeg!